De Antwerpse Zoo is klaar voor een nieuw seizoen. Sinds enkele jaren engageert de Zoo zich om telkens te vernieuwen. Dit jaar opent het grootste rif-aquarium van Europa. Voor deze opening doken burgemeester van Antwerpen Bart de Wever en de CEO van de Zoo Dries Herpoelaert het rif in om het feestelijk te openen. Na het protocolaire gedeelte volgde een voedermoment. Zowel de gelegenheidsduikers als de visjes genoten duidelijk van het moment. Het aquarium telt maar liefst 4000 visjes en het raam dat 4 meter breed, 8 meter hoog en 13 centimeter dik is, heeft maar liefst 300.000 liter Noordzeewater nodig om optimaal te functioneren. Het Rif Aquarium is vanaf vandaag alle dagen te bewonderen in al haar pracht en glorie. Af en toe kan men er ook duikers aan het werk zien die tevens met de toeschouwers kunnen communiceren. Zo wordt de Zoo weer een stukje interactiever. Meer info over de Zoo of over het nieuwe Rif en de activiteiten er rond, surf naar www.zooantwerpen.be.